Dag, er was een vraag via de WhatsApp met een foto met een serie scheikundige vragen, reactievergelijkingen, hoe die moeten. Nou, ik heb ze hier staan voor je. Ze zijn wat lastig te lezen, denk ik, maar ik lees ze steeds voor. Ik stel voor dat ik gewoon elke vraag even ga behandelen. Ik heb er even kort naar gekeken. Het zijn trouwens allemaal subase-reacties. Dus je hoeft je niet af te vragen, is het een subase of een redox? Want ja. Jullie kunnen ook redox-reacties krijgen. Volgens mij staat dat op de toets er steeds bij of het subase is of redox, maar je zou het moeten kunnen herkennen. Nou, even naar de eerste. Een oplossing van fosforzuur en een overmaat natriumloog. Voordat je een reactievergelijking op gaat schrijven, moet je eerst afvragen welke stoffen heb je eigenlijk. Dus er staat een oplossing van fosforzuur. Wat is fosforzuur? Nou, als je dat niet weet, moet je het kunnen vinden. Is dat fosforzuur? Fosforzuur is H3PO4. Nou moet je afvragen, is fosforzuur een sterk zuur of is het een zwak zuur? Een sterk zuur betekent dat het voor 100% gesplitst is. En als het een zwak zuur is, is het niet geheel gesplitst. En dan moet je het als molecuul opschrijven. Nou, die haal je uit de lijst met de zuren en de bazen. Dus dan zoek je fosforzuur op, die staat hier. En fosforzuur hoort dus niet bij de sterke zuren, want de sterke zuren, die grens, die is hier zo. Dit zijn sterke zuren, dus die zijn volledig gesplitst. Dus als je nou waterstofjodide had gehad, waterstofjodide oplossing, dan heb je dus H+ en je hebt I-. Maar een fosforzuur is een zwak zuur, dus dan schrijf je H3PO4 op. Goed, we hebben het eerste component, die hebben we. Een oplossing van fosforzuur, dus we hebben H3PO4. Daar wordt bij gedaan. Overmaat natronloog. Natronloog is een oplossing van natriumhydroxide. Kun je ook vinden in BINAS bij de systematische namen en de triviale namen. Natronloog is een oplossing van natriumhydroxide. Natriumhydroxide is een zout. Dan moet je weer naar de zouttabel kijken. Ja, op zeker moment weet je dat soort dingen allemaal, maar natriumhydroxide, dat is Na+ en OH-. En er staat dat het goed oplosbaar is, want er staat een G'tje bij. Ja, dus natriumhydroxide is goed oplosbaar, dus natronloog bestaat uit Na+ en OH-. Zo, de pen. Na+, zit te zien, ja, en OH-. Nou, je hebt natuurlijk ook water. En dit zijn de stoffen die je aan elkaar toevoegt, bij elkaar voegt. Nou, wat er reageert is het zuur met de bazen. En het zuur is H3PO4. En het reageert met OH-. Dan kan die H3PO4 die kan een H+ afstaan. Wat ik nu in rood doe, dat hoef je op de toetsen niet bij te doen hoor, maar ik doe het nu voor de duidelijkheid. Dan hou je over H2PO4- en er ontstaat H2O. Maar dan ben je nog niet klaar, want er staat, dat is een beetje gemeen, maar er staat overmaat natronloog. Overmaat betekent dat na afloop van deze reactie er nog steeds OH- over is. Dus er kan nog iets meer reageren, want er is namelijk een zuur ontstaan, H2PO4-. H2PO4- kan nog een keer reageren met OH- en dan ontstaat er HPO4-2- en weer H2O. En ook dat is een zuur wat ontstaat, dus die kan nog een keer reageren. Eigenlijk vind ik zelf dat in de opgave moet staan een drie keer overmaat loog. Want je weet natuurlijk niet hoeveel overmaat er is. Dus je weet niet of die laatste reactie ook kan optreden. Dus hij is een beetje vaag, die opgave. Dus je kunt drie reacties opstellen, maar die mag je ook samenvatten door dat gewoon in één keer te doen. Dan laat je de 3-O-min mee reageren en ontstaat er 3H2O en PO4-3-. Dus je mag kiezen of de bovenste 3 of de onderste of allebei, dat mag natuurlijk ook, maar dit is het antwoord op de eerste vraag. Dat is best complex, hè? Ja, je kan nu geen vragen stellen. Ja, je kan me vragen stellen, maar ik hoor je niet. Als je nou hier nog een vraag over hebt, app me dan. Of mail me. Nee, ik haal hem weer weg, want ik ga nu de volgende doen. De volgende is B.
Koper-2-oxide en een overmaat verdund zwavelzuur. Koper-2-oxide. Nou, koper-2-oxide, wat is dat? Koper staat er hierbij. Ja, is dat koper-2. En oxide, die staat helemaal aan het eind. En koper-2-oxide, dat is een slecht oplosbare stof. Dus als je die in het water doet, dan valt het niet uiteen in ionen. Dus we hebben koper-2-oxide. Het is dus CuO. Eens even opschrijven wat we hebben. En we doen er verdund zwavelzuur bij. Nou, zwavelzuur, dat is een oplossing van H2SO4. En H2SO4, dat is een beetje een buitenbeentje. Die is in eerste instantie is dat een sterk zuur. Kijk, die staat bij de sterke. En de tweede protolyse stap, want als deze een H+ afstaat, dan krijg je dus HSO4-. En HSO4-, dat is ook een zuur, die staat daar. En dan wordt het SO4-2-. Alleen die laatste is eigenlijk niet sterk. Maar we doen in de scheikunde, en ik weet eigenlijk niet waarom, maar dat is nou eenmaal zo. Zwavelzuur beschouwen we altijd als een volkomen sterk zuur. Dus dat mag je helemaal opsplitsen in ionen. Dus we hebben H+ en we hebben SO4-2-. Nou, als je een metaaloxide wat slecht oplosbaar is met een zuur laat reageren, dan gaat die O, die reageert met de H+. Nou, dat kan ik even laten zien aan deze tabel, dus de zuurbasistabel. Kijk, H+ in binnen zit H3O+, maar dat is hetzelfde als H+, hè? Mag je door elkaar heen gebruiken. En O2- is een ongelooflijk sterke base. Die is zo sterk, die pakt alle H+'en af van welk zuur dan ook in de buurt is. Van welk zuur dat in de buurt is. Dus als je dit laat reageren met H+, dan krijg je een standaardreactie. Je kan reageren met 2H+. Je krijgt Cu2+ plus H2O. Ja? Dus die O is een hele sterke base en die reageert met de H+. En dan krijg je H2O. Ja, de pen valt. Ja, dat is de tweede. Gaan we naar de derde. De derde is dan weer zo'n verzinsel van de boekenschrijver. Die schrijft parels en een overmaat azijn. Nou ja, parels, dat zijn hele mooie, witgekleurde, ja, juwelen eigenlijk. Hè? Ik heb het dus opgezocht op de Wikipedia, een parel, wat een parel is. Een parel wordt gemaakt door weekdieren, oesters. En dan gaan ze slijm rond een zandkorreltje vormen en dat wordt steeds dikker, dikker, dikker en dan wordt dan een parel. Waaruit bestaat een parel? Nou, de samenstelling die staat ook ergens, niet zo. Een parel bestaat uit parelmoer en dat is voornamelijk koolzure kalk. Dus kun je dat wel chemisch beschrijven dat het calciumcarbonaat is, maar dat is echt niet genoeg. En dan zit er ook een eiwit bij, waar die stof aan elkaar gekit wordt en dan wordt het echt knoeperd hard. Zo hard dat ik niet denk dat het met azijn reageert, echt niet. Ik denk niet dat het verstandig is om parels met azijn in contact te brengen, want dan gaat misschien de glans er een beetje af. Maar ik denk eigenlijk niet dat het heel erg reageert. Dus dan interpreteer ik eigenlijk de vraag als de boekenschrijver het heeft bedoeld. Nou, maar hij zegt parels, dat is calciumcarbonaat. Dus we gaan uit van calciumcarbonaat. Calciumcarbonaat is CaCO3. En wat doen we erbij? We doen er azijn bij. Een oplossing van azijnzuur in water. Azijn mag je afkorten met HAC. Je mag het ook volledig opschrijven. CH3COOH. Dat is hetzelfde. Dat is ook azijn. Maar ja, ik ben van de afkortingen. Zoals elke chemicus, denk ik. Dus ik schrijf voor azijn HAC. En de koffie wordt koud. Nou, hier krijgen we weer een traditionele reactie. Het carbonaat, CO3-2-, dat zit nu vast aan calcium. Dat reageert altijd met 2H+, dus we hebben nodig 2 azijnzuurmoleculen. Dan krijg je calciumionen plus H2O en CO2.
En dat CO2 ontwijkt als gas. Oeh, ik kan er net op. Moet daar weer. Hier staat een G'tje. Het is niet zo duidelijk. G'tje tussen haakjes. Dat betekent dat het CO2 als gas ontwijkt. En dit is een basisreactie. Die komt heel veel terug in examens van het HAVO. Op toetsen van het HAVO. VWO iets minder vaak, maar eigenlijk ook altijd wel met zuurbasis. Carbonaat met zuur, dus dit is carbonaat en dit is het zuur. Dus je hebt eigenlijk CO3, 2 min, plus 2H+, geeft H2CO3 en dat valt uiteen in H2O en CO2. Deze reactie die moet je onthouden. En die CO3 die kun je vastplakken aan het calciumion. Dan krijg je calciumcarbonaat. En het H+ zit dan vastgeplakt aan het AC-. We doen het met azijns. Maar in de basis is het gewoon de reactie die hier in het rood staat. Dus dat is opgave C. En azijnzuur is dus een zwak zuur. Dus dat moet je opschrijven als HAC. Dus voluit als molecuul. Gaan we naar D. Lood-2-hydroxide. Lood-2-hydroxide. Nou, het is dus Pb. En die is tweewaardig. En OH- is eenwaardig. Dus lood-2-hydroxide is PbOH2. En overmaat salpeterzuur. Wat is salpeterzuur? Nou, daar gaan we weer. Salpeterzuur, die staat hier. HNO3. HNO3, is dat een sterk zuur of een zwak zuur? Nou, gaan we even hier kijken. Hier staat HNO3. Het is dus een sterk zuur. Dus dat betekent dat het volledig gesplitst is. Dus we hebben H+. En we hebben NO3-. Nou, die stoffen doen we bij elkaar. Ja, we hebben ook water natuurlijk, want het salpeterzuur is een oplossing. Dat staat er toch bij? Ja, salpeterzuur oplossing. Oplossing is altijd in water. Het zuur reageert met de base. De base is OH-. En die OH- zit verpakt aan het lood. Dus we hebben deze. Elke OH- kan 1H+ opnemen. Dus als ik 2 OH- heb, heb ik 2H+'en nodig. Dus dan valt het lood eraf. En ik krijg 2H2O. Ja, dus omdat salpeterzuur sterk is, moet je het splitsen. En reageert het alleen maar met H+. Want de reactievergelijking die maken we zo simpel mogelijk. We schrijven alleen de deeltjes op die reageren. E. Bariumsulfaat. Bariumsulfaat, dat is BASO4. Doet hij het nog? Ja. En daar doe ik bij. Overmaat zoutzuur. Zoutzuur, dat is een sterk zuur. Dus dat is gesplitst in H+, en Cl-. En ik heb H2O. Dus dit zijn de stoffen die ik bij elkaar doe. Nou, bariumsulfaat is een zout. Kijk maar. Hier staat barium. En hier staat sulfaat. Daar. Dus bariumsulfaat is slecht oplosbaar in water. Ja? Slecht oplosbaar in water. Kan het dan reageren met een zuur? Net als het carbonaat. Nou, het carbonaat wat we net hadden, dat is best een sterke base. Kijk, die staat hier, carbonaat. Maar het sulfaat, dat is een base van niks. En als het een base van niks is, neemt hij heel slecht H+'en op. Want dat is kenmerkend voor een sterke base. Een sterke base reageert heftig met een H+. Een zwakke base helemaal niet. Dus als ik sulfaat bij HCl doe, ik zeg het niet goed, want zoutzuur was gesplitst. Dus ik doe de H3+ bij. Ja, dan kun je deze reactie krijgen. Dus die zou, theoretisch zou die goed zijn. Ja, dus wat schrijf ik nu op? Sulfaat gaat naar HSO4-. En H+ gaat naar H2O. Nee, dat klopt niet. H3O+ gaat naar H2O. Maar we hebben H+, omdat we dat makkelijker vinden.
Dus wat is nu de reactie? Dit is eigenlijk een hele lastige. Zo een zal ik nooit vragen op de toets, omdat die een beetje dubieus is. Ik heb bariumsulfaat. Sulfaat is een base voor niks, maar het zuur is dermate sterk dat ik wel deze reactie zou kunnen krijgen. Br2+ plus HSO4 min. Dus dit zou kunnen. Maar omdat dit eigenlijk beschouwd wordt in de scheikunde als ook een sterk zuur, terwijl dat het eigenlijk niet is, vind ik het eigenlijk ook wel goed als je opschrijft geen reactie. Ja. Dus deze reactie, dat zou echt het goede antwoord zijn op deze vraag. Maar ik vind deze vraag niet zo goed, omdat die, nou ja. Als je hier vragen over hebt, stel ze gerust. F, calciumoxide. Calciumoxide. Dat calcium is 2+. Dus calciumoxide is CaO. Want zuurstof is 2-. En overmaat water. Oh, dat is grappig. Wat kan er dan reageren? Nou, hier hebben we hem weer. De hele sterke bazen. O2-, vastgeplakt aan een calciumion. Moet je eens even kijken. Hier zit O2-. Dat is een hele sterke basis. Ik doe erbij H2O. H2O staat daar. Dus dan reageert O2- naar OH- en H2O naar OH-. Dus wat er gebeurt hier, is dat er OH- ontstaat. Dus plus H2O geeft calcium 2+, dat valt eraf, plus 2OH-. Ja, je kan zeggen deze staat een H+ af. Water is een zuur voor niks. Maar ja, als die basis zo sterk is en het H+ afpakt, dan krijg ik dus een O2- met een H+ is een OH-. En H2O zet een H+ af. Nou, je OH- over. Dus ontstaat 2OH-. Eigenlijk is deze niet zo moeilijk. Bariumhydroxide en overmaat water. Bariumhydroxide. Het is BaOH 2 maal. En ik doe er water bij. Nou, dan kan er echt helemaal niks gebeuren. Behalve dat dit oplost. Maar oplossen is geen reactievergelijking. Dus eigenlijk krijg je dit. AQ. Dus er ontstaat Ba2+ plus OH-. En zoiets heet een oplosreactie. Maar dat is eigenlijk geen reactie, want er ontstaan niet nieuwe stoffen. Als ik het ga indampen, dus als ik dit in een bekerglas en een brander eronder zet, dan gaat het water eruit en dan krijg ik weer die linkerstof terug. Dus eigenlijk is het antwoord geen reactie. Omdat er niet een zuur is die reageert met een base. Het is gewoon een zout dat oplost. En oplossen van zouten zijn geen reacties. Nou, nog maar een paar. Ammonia en azijn. Wat is ammonia ook alweer? Nou, dat is een oplossing van ammoniak. Hoewel, ik zoek het even op in Binas. Moment. Even kijken wat er staat. Binas. Er staat triviale naam. Ik weet nooit welke tabel het is, dus ik kijk even achterin bij de index. Dus kijk ik bij de T. T. Triviale naam. Het is een beetje donker hier. 66a. Tabel 66a. En wat zoek ik? Ammonia, de oplossing van ammoniak in water. Ja, dat is Na3, AQ. Ammonia, ammoniak, ammonium. Het geeft altijd problemen, die vragen.
Daarom vermijd ik die vragen meestal in toetsen. Maar goed. Ammonia en azijn. Azijn, daar is die weer. HAC. Nou, NH3, dat is ammoniak. En als je het oplost, dan heet het ammonia. Maar goed, NH3, dat is een base. Kijk, daar staat hij. NH3. En die base kan reageren met het zuur, azijnzuur. En azijnzuur, dat staat CH3, COOH. Even kijken, hierzo. En het zuur staat dus boven de base, dus je krijgt een zuurbaasreactie. Je krijgt dus het zuur HAC, dat ik schrijf azijnzuur kort op, geeft NH3. Geeft, en eigenlijk moet je dan een evenwichtsreactie opstellen, maar maak je daar maar geen zorgen over als je dat niet doet. Ik vind het niet erg. NH4+. Dat is wat er gebeurt. Het zuur staat een H+ af aan de base NH3. Dat was hem weer. Een oplossing van soda met azijn. Dat is een ingewikkelde. Soda, dat is weer een triviale naam. Dan zoek je op. Dat is natriumcarbonaat decahydraat. Dus dit is soda. 0.10H2O, dat is het kristalwater, dat zit eraan vast. Maar het is een oplossing. Dus als je dit oplost, krijg je 2Na+, plus CO32- plus 10H2O. Dus wat je bij elkaar doet, is de oplossing met azijn. Dus we hebben eigenlijk Na+ deeltjes. Die tweede hoeft er dan niet voor. Hè? De tweede is alleen vanwege de reactievergelijking, die moet kloppend worden. En omdat hier een 2 staat, moet daar ook een 2 staan. Maar voor het aantal deeltjes wat je op gaat schrijven, de verschillende deeltjes, de verscheidenheid aan deeltjes, hoef je die getallen die niet voor te zetten. Dus dit heb ik en ik doe erbij azijn. Azijn is HAC. Nou, dat is weer de traditionele reactie. HAC plus carbonaat. Carbonaat kan 2H+ opnemen, dus ik heb 2HAC nodig. Dan krijg ik H2O en CO2 plus 2HC-. En dat is de reactie, niet anders. Dan gaan we die weer weghalen. Dan krijgen we de laatste. Misschien kan je die niet lezen. Ik kan hem wel, want hij zit in de schaduw van degene die deze foto heeft gemaakt. Dan zet bariumfosfaat. Bariumfosfaat, dat is een moeilijke stof, want fosfaat is 3- en barium is 2+. Dus Ba3, 2 maal fosfaat. Ja? Voor de duidelijkheid, barium is 2+, fosfaat is 3-. Samen moet het ongeladen zijn. Dus de 3, die schrijf ik daar. En de 2, die schrijf ik daar. Alleen nu staat de PO42, dus die doe je tussen haakjes. Dan staat de PO4 2 maal. Dus dit is bariumfosfaat. Goed, wat wordt erbij gedaan? Daar doen we bij een overmaat verdund zwavelzuur. Dus weer H+ en SO42-. En natuurlijk water. Nou, we toppen bariumfosfaat erbij in, dus dat moet ik als molecuul opschrijven. Dat was anders als het een bariumfosfaat oplossing was. Want dan moet je eerst kijken of bariumfosfaat oplost. Nou, dan ga je kijken. Barium staat hier. Fosfaat staat daar. Dus bariumfosfaat is slecht oplosbaar. Dus als het een oplossing was van bariumfosfaat, dan ligt het bariumfosfaat gewoon op de bodem van die oplossing natuurlijk. Goed, wat kan er reageren? Dat fosfaat is best een sterke base, die staat rechts onderin. En die base die reageert dus behoorlijk heftig met zuren. En in dit geval doe ik er een sterk zuur bij. Dus dat reageert vrij gemakkelijk. Dus dat bariumfosfaat, ik doe de verdund zwavelzuur bij. Er staat niet bij hoeveel dat is.
Maar elke fosfaat kan 3H+ opnemen en ik heb er 2 fosfaat, dus ik heb 6H+ nodig. Dan krijg ik 3 bariumionen en ik krijg 2 H3PO4. Ja, dat is denk ik wel de goede reactie zo. Kijk, 1 fosfaat, als die een H+ opneemt, dan krijg je HPO4 2 min. Maar HPO4 2 min kan ook weer een H+ opnemen. Dan krijg je H2PO4 min. En H2PO4 min kan een H+ opnemen. En dan krijg je H3PO4. En H3PO4, kijk maar, dat is een zwak zuur. H3PO4, die staat hier. Dus die is niet volledig gesplitst. Daarom heb je dus voor elk fosfaat 3 H+'en nodig. En omdat ik 2 fosfaationen heb, heb ik dus 6 H+'en nodig. Dit is ook wel een hele lastige, denk ik. Maar dit is wel het antwoord. Ik vind die vraag eigenlijk ook niet zo goed gesteld. Ik zou zelf liever zeggen bariumfosfaat en een 3 maal overmaat verdunde zwavelzuur. Dan word je iets meer gestuurd met die factor 3. Maar goed, ik hoop dat de antwoorden en de uitleg duidelijk waren. En ja, als je vragen hebt, stel ze gerust nog. Dit zijn alleen maar zuurbasereacties. Je moet ook redoxreacties kunnen op de toets. Die toets hebben jullie. Oh, dat is best gauw, aanstaande maandag. Nou, succes met voorbereiden en als je nog vragen hebt, stel ze gerust. Doeg!